Hi, dit is deel 5 van Hit Me, Dirty Loops. Ik ben nu beland eigenlijk bij de voorlaatste bridge voor de laatste refrein. We hebben net dat hele ingewikkelde gedeelte gehad. Wat eindigt met die... Of... Je krijgt die bridge. Gaat 7 maten. En dan eindig je met dit. Dat zijn 2 sextolen. Gewoon 1, 2. Daarna krijgen we het refrein weer. Het refrein is weer de doorsnee. De eerste 6 maat en dan krijg je dit. Ja, dus nog een keertje. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ja, en maar eens. En dan eindigt hij met de veel. En dan krijg je een soort verlenging van de refrein waar hij op de backing speelt. Er zitten een paar crashes die daar ja, steeds op de laatste 16e van de tel zitten. Hoe je die precies kunt spelen, ja, moet je met jezelf uitproberen. Je kan ze ook gewoon die crashes weglaten en het de rest van de band laten spelen. Nou, dan heb je nog het eind. En het eind is echt heel irritant. Want het is bijna niet na te spelen. Dat moet je zelf bedacht hebben. Maar in een laatste filmpje 6, ga ik een poging wagen. Maar daarvoor ga ik het eerst even goed instuderen om het goed uit te kunnen leggen. Dus tot eventueel een laatste 6e filmpje. Maar ik hoop je in ieder geval goed op weg te hebben geholpen met Hit Me van Dirty Loops. Succes ermee!